het is een traditie. De winnaar van het COSO mag het Vaandelfeest organiseren. Een bijzondere traditie. 2012 was buurtschap Laar Akkermolen met volle maan. De buurtschap komt 's middags al bij elkaar en haalt het afgelopen jaar nog even terug. Wat vindt u zo, zelf zo mooi aan deze wagen? Het mooiste van de wagen vind ik hoe dat die verandert van een naakte man naar een weerwolf. Dat hij zonder dat hij van tevoren iets ziet, dat er wel zoveel gaat gebeuren wat je eigenlijk niet verwacht. Alleen dat die haren er zo subtiel uitkwamen, dat was toch wel de grootste uitdaging. En als dat dan lukt op zondagmorgen, dan ben je wel staat kippenvel op je armen. Ik bedoel, het verwachtingspatroon voor Laar Akkermolen wordt wel heel erg groot. Of hoe kijkt u daar tegenaan? Nee. Echt niet. We proberen dus een wagen weg te zetten die naar onze smaak heel goed is. Ja. En dat is gewoon, dat is Laar Akkermolen. Nou, wij hebben altijd als uitgangspunt dat er geen hydrauliek of geen elektromotoren in gebruikt worden. We proberen altijd alles met de hand te bewegen. Om de doodsimpele reden dat als het met de hand is, dan kan het bijna niet kapot. Niks, geen lagers, geen motors, geen kettingen, geen tandwielen. Alleen maar simpele basistechniek. Door zoveel mogelijk buis en buis en bussen WD-40 de tent in te slepen, hebben we toch alle techniek voor elkaar gekregen. Het is een geheim dat het vaandel dat vanavond uitgereikt wordt bij niemand bekend is. Is het bij u bekend? Bij mij is het niet bekend. Ook de buurtleden hebben totaal geen idee wat we gemaakt hebben. Zou ik niet weten. Ik zou het ook niet weten. U heeft niemand gesproken die hier iets over weet? Nou, ik weet er niks van. Maar laat erop houden dat het herkenbaar is als je het ziet. Het grootste probleem vond ik dan is dat het gewoon te veel tijd ging kosten op een gegeven moment. Het was gewoon, één haar maken lukte wel, maar het waren er 400. Dat was gewoon heel veel werk. Het grootste probleem wat we tegenkwamen was eigenlijk het gebrek aan ruimte in met name de armen. En dan naast nog de hoofdconstructie en de vormgeving. Dat je daar bijna niet meer bij kon op een gegeven moment om alles goed te laten functioneren en af te stellen. Hoeveel keer moet Laar Akkermolen nog eerste worden om zo'n loods te kunnen bouwen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat de vraag misschien wel andersom gesteld wordt. Hoeveel had Laar Akkermolen dan hoeveel keer dat hij niet eerst moet worden? En dan is het zover. De buurt kuiert naar het cultureel centrum voor een bijzondere gebeurtenis die het COSO 2012 definitief afsluit. Het is 12 uur, middernacht.